Hier komt eigenlijk nooit iemand. Het is echt mijn... Man cave. Man cave. Welkom bij Belpopcontrol. De vlog die normaliter Belgische popnummers op hun waarheidsgehalte controleert, maar nu, omwille van de maand van de filosofie, gaan we het een beetje anders aanpakken. En we hebben daarvoor een bekende filosoof uitgenodigd. Voor het eerst hebben we een zanger, muzikant en filosoof in één pakket. Kijk eens aan, voor dezelfde prijs. The Way to Your Heart. Dat zegt je misschien wel iets. The Way to Your Heart, ja. En dat begint al meteen met een belangrijke zinsnede. Woke up this morning with my heart on fire. Ik denk dat er geen enkele zin meer het gevoel samenvat dat we toen hadden. De Paul Michiels, PP Michiels en ik toen nog al een beetje oudere jongeren. We waren geen 20 niet meer, maar we zaten al zo lang in de muziek en al zo lang aan het proberen met groepjes en repeteren en wat iedereen wil en wat iedereen... En die eagerness, die drift eigenlijk, die energie die dat met je kop tegen de deur van de wereld willen rammen, dat zit in dat zinnetje. Woke up this morning with my heart on fire en willen plunderen, willen brandschatten, willen veroveren, willen gewoon... Dionysos, als je dan toch de filosofie erbij wilt. Ja. Knaldrang, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Knaldrang, dat bestond niet, maar dat was het eigenlijk. Knaldrang. Ik heb er soms ook wel eens last van. We hebben er ook voor de gelegenheid een Nederlandse vertaling bij afgedrukt. Mocht het voor sommige van onze kijkers te moeilijk worden. Maar dus ik hield me vast aan wat ik gedroomd had. Ik kwam te me vast aan wat ik gedroomd had, ja. Aan dat beeld. Eigenlijk zit dat... Tot so far zitten we nog altijd in dezelfde metafoor. Namelijk, je hebt een soort droom, je hebt een soort... heel abstract, dat is niet concreet, maar van hoe dat er dan uitziet. En dat wilde niet loslaten. Want de Polle en ik waren eigenlijk op papier zelfs totaal niet geschikt om met elkaar iets te doen, eigenlijk. Ik bedoel, we kwamen uit zo'n verschillende werelden. Ik was zo de... Ja, tot dan de een beetje nerdy student, weet je wel. Ik was echt het soort student die op een 5-6 pinten dronk en af en toe wel eens danste, maar dan om 3:30 naar huis ging en met niemand gebabbeld had. Ik was geen muurbloempje, ik was muurschimmel. Weet je wel. Terwijl de Polle was gewoon Mr. Social. Allee, niet alleen... was die op zijn 14e begonnen met een melkronde. En een melkronde dat bestaat vooral uit met iedereen in het dorp elke morgen goeiedag zeggen, hoe is het? En weet je wel, hoe is mijn week droog? En daarna had een café, wat eigenlijk ook nog eens gewoon het meest sociale beroep ever is. En had je hier toch hetzelfde gevoel, hetzelfde visioen in dat nummer? Of? Dat was gewoon van laten we het doen gebeuren. En dat is voor mij ook het oergevoel van The Way to Your Heart. Het zit een beetje in een liefdesstory verpakt dan. Maar eigenlijk gaat het veel meer dan over een vrouw waar je wilt bij geraken. Of het hart van een vrouw. Het is veel meer het hart van de wereld eigenlijk waar het over gaat. Uw voet in het zand zetten. Dat gevoel. Ik kende de Polle eigenlijk... niet. Ik wist wel, die had ooit een single gehad, Females, ergens in de jaren 80. Met een prachtige videoclip. Waaruit ook nog maar eens blijkt hoe sociaal Paul Michiels in alle omstandigheden altijd is. En tactiel. Er is in die bed plaats genoeg voor iedereen, eigenlijk. Ja. Dat is echt, als je dus een aanschouwelijke voorstelling van Paul Michiels' sociaalheid wil, dan moet je de clip van Females bekijken. Maar als ik dan die zin woke up this morning with my heart on fire retrospectief opnieuw bekijk, dan denk ik dat Paul zo waarschijnlijk net iets meer heeft meegemaakt. Ik dacht dat je ging zeggen, en dan zouden we waarschijnlijk gelijk hebben, het net iets concreter zag. Dat on fire zijn. Ik vergelijk het wel eens met... ik heb ook een kruistocht
gedaan, of enfin, toch tenminste de route, en maar helemaal ingeleefd in die. En het is eigenlijk toch een beetje een moderne, beschaafde, gesublimeerde versie daarvan. Op tournee gaan is eigenlijk gewoon op kruistocht gaan. Namelijk, je wilt gewoon Ginderlicht München. Morgen is dat van ons. Weet je wel? En we take no prisoners. Er wordt ook letterlijk zo gezegd, zij speelden de zaal plat. En dat is ja een soort oergevoel bijna. Dat we het samen hadden en dat we dachten van, als wij samen op kruistocht gaan, dan Jeruzalem, here we come. Een beetje dat gevoel. Als dat filosofisch genoeg is. Maar als we het dan hebben over the way to your heart, beschouw je dat dan ook als een metafoor voor een kruistocht naar het hart van een vrouw? Het bloedend hart van Christus, absoluut. Om in de metafoor te blijven. Try to believe it's getting better. Dat was misschien onhandig uitgedrukt, maar daarmee bedoelde ik eigenlijk van... En ik probeer te geloven dat ik er altijd dichterbij kom. Ah, ja, tuurlijk. En vertelt vanuit dat muurbloempje, vanuit... Ja, voilà. Ja. Ik overtuig mezelf dat het stapje voor stapje dat ik ook dichter bij dat hart kom. Ja, jij moest er nog bij geraken, maar Paul was er eigenlijk al lang voorbij op dat moment. Ja, dat was eigenlijk al terugkijken, ja. Ik had al females gedaan. Ja, voilà. Dan kunnen wij alleen maar zeggen, dank u wel, Jan Leijers. En dank u wel, PP Michiels natuurlijk ook. Ik zal het hem zeker zeggen. Wij kunnen niet wachten tot de deuren van de wereld weer open gaan eigenlijk. Ik heb daar eens een goed nummer over gehoord. Over richting de wereld. De drang om uw voet in het zand te zetten. Someone's gotta do it. Kijk, ik blijf mijn hele leven... 10 jaar jonger dan Paul Michiels. Dat is gewoon de wet van de natuur. Het enige wat ik kan hopen is dat ik er op een dag geen 10 jaar ouder uitzie. Dat zou tot nadenken stemmen, maar van de andere kant... Maar dan zie je er nog maar 50 uit, hè? Pardon? Dan zie je er nog maar 50 uit, hè? Als je er altijd 10 jaar ouder kan uitzien dan Paul Michiels. Ja, dat is een mooi levensdoel, eigenlijk. Ik zou daar wel voor tekenen, eigenlijk. De meeste mannen, ja.